Veel bestaande toepassingen om personen en materiaal via een mangat in een ruimte te laten afdalen zijn vaak lastig te plaatsen, onhandig in het gebruik of zijn beperkt tot één persoon voor valbeveiliging. Hef en hijs heeft nu een oplossing die aan bovengenoemde bezwaren tegemoet komt, het rapide portaalsysteem. Dit eenvoudig en snel op te zetten systeem heeft bovendien een accu aangedreven powertool om het hijsen, in plaats van met de hand, te vergemakkelijken. Het Rapide Portaalsysteem is een lichtgewichtssysteem van 33 kilo dat in een paar minuten door één persoon kan worden opgebouwd. Allereerst worden de beide poten uitgeklapt en verankerd met borgpinnen. Deze zijn gemaakt van luchtvaartwaardig materiaal. Zodra alle toebehoren, zoals de handlier, valstopapparaat met reddingslier en het katrol zijn geïnstalleerd, is het systeem operationeel. De loopkat voor materiaaltransport wordt standaard bijgeleverd. De dwarsbalk is eenvoudig in hoogte instelbaar middels bouten en schroefmoeren. Zodra het systeem operationeel is, wordt het boven het mangat gereden. De vier pedaalremmen fixeren het systeem. Het maximale gewicht van materiaal is 500 kilo. Antivalbeveiliging voor meerdere personen gecombineerd: 250 kilo. En voor één persoonspositionering 150 kilo. Het gehele Rapide Portaalsysteem is gecertificeerd volgens EN 795 Klasse B. Zodra de persoon met positioneringsharnas is bevestigd aan het Rapide Portaalsysteem en boven het mandgat hangt, wordt het rooster weggehaald. Zijn collega laat hem nu beheerst afdalen tot momenteel maximaal 30 meter. Personen of goederen kunnen handmatig naar boven worden getakeld. Maar omdat dit fysiek zwaar kan zijn, is het Rapide Portaalsysteem uitgerust met een accu-aangedreven power tool. Met behulp hiervan kost het ophijzen geen kracht. Bovendien is het een stuk sneller. Kortom, het Rapide Portaalsysteem is niet alleen heel praktisch in het gebruik, licht van gewicht en gemakkelijk en snel op te bouwen en af te breken. Ook is de bediening dankzij de accu-aangedreven powerdoel gemakkelijker dan ooit.